Gelle, jij gaat zo meteen kort iets vertellen wat het ministerie al doet, maar misschien toch één vraag vooruitlopend daarop. Want ja, als ik zo hier iedereen zie zitten, ik zie drie adviezen liggen met concrete handvatten, dan bekruipt me ook wel een beetje het gevoel, ja, als we dit toch allemaal willen, wat moet dan eigenlijk een overheid nog doen, want dan kunnen we het zelf toch wel. Dus dat is misschien iets om over na te denken voor straks. Want Gelle, aan jou de taak om ons kort te vertellen hoe jij probeert ons allemaal in de goede banen te leiden, zodat die energie ook uit de mensen zelf gaat komen. Ja, dankjewel Daan. En je hebt meteen het geheime plan eigenlijk al ontmaskerd. Namelijk dat we er uiteraard op uit zijn om toe te kijken hoe goed alles gaat. Ik heb een paar sheets meegenomen. Ja, dankjewel. Maar voordat wij ons daarin storten, wil ik graag er eventjes zowel de RVS als de NZA als het ZIN hartelijk danken voor en de erkentelijkheid betonen voor wat er dit voorjaar is gebeurd. Want terwijl iedereen nog in de razende drukte zat van de crisis, begonnen wij al vragen te stellen aan de adviesorganen. En niet alleen is daar heel snel en met gezwinde spoed mooie producten uitgekomen, maar ook, en ook dat mogen we misschien wel zien als een mooi bijproduct van de nare crisis waar we in zitten, dat ook daar de samenwerking verschijnselen begon te vertonen die we nog niet eerder zagen, want zowel RVS als ZIN als NZA hebben elkaar nadrukkelijk opgezocht bij deze adviesvorming en dat heeft tot iets moois geleid. Wat ons betreft. Ik ben helaas niet in staat om zelf de knopjes in te drukken. Dus als ik ja zeg, dan krijg ik de volgende dia. Om de meeste impact te maken, val ik met de deur in huis. Voor sommigen misschien een bekend plaatje. U ziet hier de groei van de zorguitgaven ten opzichte van andere collectieve sectoren in deze kabinetsperiode, gerelateerd aan het BBP. En op de burelen van collega-departementen, de financiële jongens en meisjes daar, wordt dit benoemd als de middelvinger van de zorg. Want die zorg verdrinkt als een koekoeksjong de andere collectieve uitgaven. Dus naast de nare crisis die we nu hebben met corona, de acute crisis is er ook nog, en dat wisten we al, maar ik moet even toch nadrukkelijk naar voren brengen, een slow crisis gaande. En die gaat over betaalbaarheid, maar die gaat nog meer, ja. Ja. Die gaat nog meer, en dat weten we ook allemaal, maar ik doe er toch nog een keertje in. Sommige Kamerleden noemen dit een dom mantra, maar ja. Dit is waarin we zitten, we weten het allemaal, en dat betekent. Gelukkig kwamen de termen en de al naar voren daarnet bij de discussie over de chat en in de chat, onder andere met Leonard. Als we de dingen blijven doen zoals we ze deden, dan zitten we in 2040 met een levensgroot probleem. En dat betekent dat digitalisering, e-health, digitale zorg, alles wat daarbij hoort, niet alleen bedoeld is om het bestaande en ingezet moet worden om het bestaande te automatiseren, maar echt om de zorg anders te gaan inrichten, anders te gaan samenwerken, anders de werkprocessen in te richten, et cetera. Ik schoot mij net nog even een metafoor te binnen. Het niveau 1, zo maar even zeggen, van digitalisering is de kever of de slang die vervelt en een nieuwe huid krijgt. Ik denk dat als we dit op zijn waarde moeten schatten, want dan is de metafoor van een rups die in een vlinder verandert, denk ik, meer van toepassing. Om even te benadrukken. En ik wil niet onderschatten, die kwam ook al naar voren in de chat. Waar we vandaan komen, dat zowel dingen als WhatsAppen, beeldbellen, e-consulten, even als niveau 1 digitalisering. Laten we daar de waarde echt niet van onderschatten. Want dat is al een hele sprong voorwaarts ten opzichte van waar we vandaan komen. En kan uitermate belangrijk zijn, ook in deze crisistijd. Maar dan is er nog een heel niveau verder of dieper, zo u wilt. Waarin we de boel echt anders moeten gaan organiseren. Ja. Nou, gelukkig is er inmiddels allerlei evidentie. Ik heb maar even een paar voorbeeldjes. Laat uw ogen er langs glijden. Ik ga ze niet allemaal noemen.
En we kunnen ze aanvullen, want dat rechter-witte vlak, als ik Leonard zijn gang laat gaan, dan vult hij dat ook zomaar in met allerlei evidentie van gewoon de winst en de waarde van digitale zorg, die inmiddels overal gelukkig steeds breder gemeten gaat worden. Ja. Ja. Maar ik moet u even introduceren bij deze meneer, wie kent hem niet, Douglas Hofstetter. Die heeft een wet geformuleerd en die luidt: het duurt altijd langer dan je denkt, zelfs als je rekening houdt met de wet van Hofstetter. En ik vermoed zomaar, ik kan u allemaal niet zien, maar dat toch een zekere mate van herkenbaarheid oproept. We weten allemaal hoe goede bedoelingen, enthousiasme, energie, maar al te vaak eindigen dan niet in de zorgzandbak van zin, maar in een andere zandbak waar het allemaal moeizaam ploeteren is. Tegelijkertijd, ja, hebben we ook gezien dat het wel kan. En we weten dat het moet en we hebben gezien dat het kan. Dat was dan ook meteen de aanleiding voor onze bewindslieden om de adviezen te vragen zoals ze gevraagd zijn. En gelukkig waren die er tijdig om daar rond Prinsjesdag, ruimschootse volumegrootse behandeling ook de Kamer over te informeren. Ja. Het is natuurlijk altijd het feit dat de adviesorganen elkaar hebben opgezocht, heeft natuurlijk ook wel een bepaald risico in zich, namelijk dat er een heel eensluidend advies uit zou komen waar wij moeite mee zouden hebben. Nou, gelukkig is dat niet gebeurd. Heeft dat kunnen lezen in onze voortgangsrapportage, waar ik toch ook nog eventjes, die ik nog even in de zendtijd, reclamezendtijd, nog eventjes in de aanbeveling doe. 28 september naar de Kamer gestuurd. Er staat een hele serie initiatieven en activiteiten in, behulpzaam bij de digitale transformatie. Heel kort eventjes op de reactie, conclusies en adviezen vielen in goede smaak. Herkenbare conclusies, allemaal gedeeld ook. En we hoeven ze niet allemaal langs te lopen nu hier. Heeft ze ook kunnen lezen, uiteraard. Doe maar even de volgende, ja. Het gaat natuurlijk om de concretisering daarvan. En ik noem een aantal voorbeelden. In de eerste plaats kwam er net ook al in de chat ook alweer naar voren. We moeten echt af van de puntoplossingen. Wij hebben onszelf ook een beetje gevangen gehouden natuurlijk een paar jaar in zo'n percentage beeldschermzorg, zo'n percentage van de mensen moeten gegevens kunnen ontvangen. Nou, dat is allemaal hartstikke nuttig geweest in die fase. Maar we moeten nu echt die slag maken naar bredere maatschappelijke doelstellingen. En natuurlijk gericht op kwaliteit van zorg, toegankelijkheid van zorg en kwaliteit van leven. Maar zeker heel belangrijk ook gericht op slimmer werken en arbeidsbesparing die daarmee gepaard gaan. We hebben het RIVM gevraagd om ons te helpen om in beeld te brengen wat dan zinvolle doelstellingen zouden zijn om ook te kunnen monitoren en te meten, want we houden ons graag natuurlijk graag accountable, zoals het zo mooi heet. Ik noem ook eventjes het initiatief wat recent van SG Erik Gerrits is uitgegaan om samen met verzekeraars Zin en NZA te kijken waar we in deze, laten we maar zeggen, twilight zone van eerste golf naar tweede golf de tijd kunnen gebruiken om toch nog verder te versnellen. Ik meld ook nog eventjes voor degenen die aan het innoveren zijn tegen systeemhobbels oplopen. Meld u bij Zorg voor Innoveren, samenwerking van VWS, Zin, NZA en ZonMW. Makkelijk te vinden. Even goede sier maken met de regeling voor digicoaches die we onlangs in het leven hebben geroepen bij Zorg voor Innoveren. Die illustreert hoe groot de behoefte is in het land, want binnen een paar dagen was de eerste ronde uitverkocht. En ik kwam al naar voren, Tiana noemde al, de zorgzandbak ook als initiatief, als een voorbeeld van initiatieven die we hebben lopen op dit moment. Ja. En tot slot, misschien ook even een beetje als opwarmertje voor de breakout sessies, misschien een licht provocerende tips om mee te geven. We weten allemaal, in de zorg is niemand de baas. En je hebt iedereen nodig om iets te bereiken. In die combinatie loont het de moeite om ook waar je denkt van eigenlijk zou iemand anders wat moeten doen, het initiatief te nemen en iets te starten.
hij kwam daarnet ook al naar voren. We moeten niet meer alleen digitaliseren. De data moeten er ook uit, was geloof ik de formulering. Gebruik die data om je initiatieven aan de voorkant goed te onderbouwen. Ten derde, we hebben een hele serie ondersteunende, helpende, stimulerende regelingen inmiddels. Die zitten in een waaier, die ook uiteraard als PDF verkrijgbaar is, op zorgvannu.nl. Kijk daarna en kijk daarna of daar dingen tussen zitten waar je gebruik van kunt maken. Erover praten is de beste manier om te zorgen dat er niks gebeurt. Dus doe iets en niet meer in een pilot, in een proeftuin of een ander experiment. Maar nee, doe iets in het, en al is het maar klein, doe iets in het reguliere zorgproces en breng het meteen in de praktijk. Geef je daarbij wel rekenschap van dat dit niet gaat over even een klusje van een half jaar. Dit is een transformatie die jaren gaat duren. Dus reken erop dat je een lange adem moet hebben en dat je goed in conditie moet zijn om dit traject met z'n allen te volbrengen. En tot slot, mocht de vermoeidheid toeslaan bij wat we dan voor ons zien, en de vraag opkomen van, maar weet je wel hoe lang dat allemaal gaat duren? Dan is het antwoord, dat is ook precies de reden dat we vandaag moeten beginnen en niet morgen. Dank. Dankjewel, Gelle. Volgens mij indrukwekkend wat jullie als ministerie doen. In ieder geval op allerlei gebieden activiteit. Ik zie ook in de chat allerlei activiteit. En daar zit eigenlijk één thema wat ik er toch eens uit wil pakken. Want er is een aantal mensen die zeggen, om iets nieuws te creëren moeten we het oude slopen. Dat woord werd letterlijk een aantal keren gebruikt. Een aantal andere mensen zeiden het iets netter. Het ingewikkelde daarvan is natuurlijk, als je iets ouds wil stoppen, dan zijn er zelden mensen die hun vinger opsteken om te zeggen, nou begin dan maar bij mij. Heb jij daar vanuit jullie rol als ministerie of iemand anders die daar aansprakelijk of accountable voor zou zijn? Hoe kan je nou die transformatie maken als je ook dingen wil stoppen die je niet meer gaat doen? Wie is dan eigenlijk aan zet? Of zijn we dat zelf? Ja, je bent het altijd zelf natuurlijk. Wat je zegt bij jezelf is volgens mij de uitdrukking. Kijk, ik zou zeggen, in een grotere organisatie zoek die plek waar... Er zijn altijd in grotere organisaties plekken waar de energie er wel is, waar mensen wel willen en waar mensen ook zien van, we kunnen niet nog 10 jaar op deze manier doorgaan. Dan moet je dus een heleboel dingen organiseren, zoals backing van de raad van bestuur, een medisch specialist, schuine streep gezaghebbend medisch iemand die, ik praat nu even ziekenhuizen, maar zeggen even als voorbeeld, een gezaghebbend iemand die ook in staat is om zijn maatschappen of zijn MSB mee te krijgen. Dus begin op een plek waar je het gevoel hebt dat het kan. En laat daar de olievlekwerking, of hoe je het maar wil noemen, vanuit gaan en plaatsvinden. Ja, en als je dan kijkt, en dan wil ik, voordat we dan echt naar de breakout rooms gaan, eigenlijk Marcel Heldoorn eigenlijk even kort vragen te reageren. Want ja, hoeveel tijd, jij zei Gelle, we hebben een slow crisis. Hoeveel tijd hebben we eigenlijk? Als je naar de patiënten kijkt, wanneer moet dit nou echt op hele grote schaal wat jullie betreft namens de patiënten er zijn, Marcel? Ja, het makkelijke antwoord is liever gisteren dan vandaag. Om even in de beeldspraak van Gelle te blijven. Vandaag beginnen, liever vandaag dan morgen. Kijk, patiënten die gaan in een voor een heel groot deel zien dit wel zitten. En die kunnen ook meer dan we misschien vaak wel denken in grote meerderheid. En daar zit meteen ook, denk ik wel, niet het probleem, maar de uitdaging. Niet iedereen kan het, niet iedereen wil het. Dus daar moet je gespitst op blijven. Wij pleiten voor echt hybride zorg die de optimale combi vormt van fysiek en digitaal. Om te zorgen dat als fysiek de deuren dichtgaan, digitaal er zorg beschikbaar blijft en toegankelijk blijft. En wij zien ook wel in dat je niet kan zeggen van, nou, volgend jaar moeten we dat allemaal hebben als patiënten. Hè. Iedere zorgverlener waar ik kom, daar kan ik dat volgend jaar. Maar laten we wel met elkaar een ambitie afspreken, een
aantrekkelijk doel voor patiënten, voor zorgverleners, waar we met elkaar naartoe gaan werken, wat ondersteund gaat worden door goede financiële arrangementen, waar iedereen die in het zorgstelsel een rol heeft en zegt van wij zetten onze energie hierachter, zodat je toch op een redelijke termijn van, laten we zeggen 3 tot 5 jaar, de lat echt een stuk hoger hebt liggen en overal als patiënt die hybride zorg kunt krijgen als je dat wil. Mooi. En Gelle, dat zal jou ongetwijfeld als muziek in de oren klinken. Voor mij mag Marcel nog een tijdje doorpraten. Helemaal prima. ik zal nog eventjes door te kouwen op de vraag die je daarnet stelde. Kijk, we hebben natuurlijk inmiddels, en dat is echt wel anders dan 5 jaar geleden, hebben we natuurlijk gewoon een aantal zorgpaden die bijna gewoon standaard zijn als het gaat over bijvoorbeeld telemonitoring. COPD of hartfalen, we weten nou wel hoe dat moet. Begin dan daar ook als ziekenhuis of als regio of wat dan ook maar. En op het moment dat dat loopt en dat er is, dan heb je die chronische aandoeningen, daar ga je dan mee aan de slag. En dan kan je vervolgens eens een keertje kijken van misschien is er ook wel iets in acute zorg te doen op het moment dat je naar een complexe operatie naar huis gaat en even op telemonitoring wordt gezet. Dus ik denk dat we wat dat betreft wel in een betere startpositie zitten ook dan een paar jaar geleden, met de ervaringen die we gewoon de afgelopen jaren hebben opgedaan. We weten inderdaad wel, denk ik nu, wat echt de goede voorbeelden zijn. We weten uit kleinschalige pilots en ook wel in de grotere implementaties nu dat een pilot met een handvol patiënten doen, dat is echt iets anders dan je praktijk opnieuw omgooien. Leonard zei het ook al. En echt op een nieuwe manier gaan werken. Ik denk dat we een heleboel goede voorbeelden hebben van zorg die we nu echt moeten gaan opschalen. En dat het is niet meer uit te leggen aan patiënten dat je zegt van het ziekenhuis bij mij om de hoek kan ik het niet krijgen. En bij de buren wel. Daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Ja. Dankjewel Marcel en Gelle.